Gezelligheid in de Eindhovense wijk Sintenbuurt tijdens de jaarlijkse wijkdag. Maar aan deze traditie lijkt na jaren een einde te komen. De gemeente Eindhoven draait namelijk de subsidiekraan dicht. Begin dit jaar heeft de gemeente bekendgemaakt welke gebieden wel en geen actiegebied zijn. En waar dus wel en geen geld naartoe gaat. Wij zijn geen actiegebied meer. Dat houdt in, als je actiegebied bent, krijg je een bepaalde subsidie om die dingen te doen. Maar omdat wij een enquête hebben gehad met Sintenbuurt Noord en Sintenbuurt Zuid, zijn de cijfers gewoon compleet verkeerd. En daardoor denken mensen dat het goed gaat in Sintenbuurt Zuid. Dat is niet het geval, want het gaat gewoon helemaal niet goed met Sintenbuurt Zuid. Maar ja, de gemeente die heeft dat dus gezien. En vandaar dus dat wij dus geen actiegebied meer zijn. En geen actiegebied betekent geen subsidie. Daardoor komen volgens de bewonersvereniging verschillende activiteiten op de tocht te staan. We willen heel graag een wijkdag organiseren, een bollendag organiseren. Maar overal zit natuurlijk een kostenplaatje aan. Jaarlijks ontving het buurtschap zo'n 10.000 euro van de gemeente. Geld wat besteed wordt aan activiteiten die volgens Bianca en ons hard nodig zijn in de wijk. Heel erg nodig, want het is in deze wijk is het gewoon nodig dat de activiteiten blijven bestaan. Zodat bewoners elkaar ook leren kennen en bij elkaar komen. En anders blijven mensen allemaal achter de deur zitten. Ze vereenzamen, sluiten zich helemaal af. En wij kunnen als wijkgroep niet zomaar bij de mensen aankloppen en vragen van waarom heb ik je al 3 weken niet buiten gezien. Dat doe je niet. Daar zijn we andere instanties voor. De gemeente Eindhoven laat weten eerst een en ander uit te moeten zoeken voordat ze kan reageren. Wat sowieso vaststaat is dat er op 13 september dit jaar nog een wijkfeest is. Misschien wel de allerlaatste.